hij doet het weer. Dankjewel, man. Dankjewel, hij doet het weer. Hè? Oh. Ja, hij doet het weer. Gelukkig. Zo, fijn. Nou, hè. Nieuwe batterij doet wonderen. Goed. Jongens en meisjes, we gaan kijken. Hè? Wat zeg je? Er kwamen met mensen. Ja, zitten. Kijk eens achter je hoeveel mensen er zitten. Huh? U gaat meedoen. Ah, u doet het op Lingo. D-I-V-E-N. Dieven. Waar? Waar? Daar. Nou, ik heb niks gezien, dus het zal wel meevallen, denk ik. We moeten door naar het volgende. Dit is geen op... Ik ga... Oké, daarachter. Ik ga even kijken of ik het zie. Of ik het niet zie. Nee, ik zie wel hier iemand anders. Die, ja, moet even je broek, ondertussen wordt hier geveegd, zie je, door Leon. Paul, is dat licht al gemaakt? Ah, hij doet het. Ah, gelukkig. Mooi. Ik kom ondertussen even naar de wc. Hè? Wacht, wat zeg je? Een schilderij gestolen! Je hebt een schilderij gestolen, dat mag niet. Teruggeven. Teruggeven, nu. Wat zeg je? Boeven! Boeven! Maar, er staat toch gewoon een schilderij nog? Ja, maar we hebben nou... Nee jongens, ik heb nou geen tijd voor dit onzin. Gewoon zitten en we moeten verder met de show, anders lopen... We lopen al 3 kwartier uit, jongens. Ga zitten, want dadelijk heb ik het gedaan. Want dat schilderij, daar hebben we... Er was iets met het schilderij, jongens, vertelde je net. Even... Oh, en hier. Wacht even, wachten. Dan krijgen we hier weer iets anders. Sorry, maar het is allemaal leuk. Nou, mevrouw, hallo! Ja, hoi. leuk dat u... Kijk eens even, er zit allemaal publiek. Goed. Hallo. Hoi. Hi. Vind je heel veel zeg, maar we zijn hier met de BKT-show bezig. Ja. We hebben net te horen gekregen dat het kunstmuseum vanavond zijn deuren gaan openen. Ja. En we moeten nog alles poetsen en daarna komt de bewaker en dan moet het allemaal klaar zijn. Kom. Ja. Oké. Moeten wij dan allemaal naar buiten of... Ja, het is wel. Oh, ja. Dus we moeten alle 600 mensen die hier nou zijn moeten... Ja, dat gaan we niet doen. Ik ga even... Jongens, blijf gewoon zitten. Voel je niet. Ik ga even met de organisatie overleggen. Zo. Dezelfde deo als... En eens even kijken. Luister, organisatie. Dit kan natuurlijk. Ja, we zijn hier nou bezig met de show. Echt heel gezellig. Kijk, de zaal is al bijna vol. Oh ja. En wij hebben hier straks het museum met kunst. Met hoofdletters. Ja, maar ik kan wel beter poetsen met de muziek erbij. Wacht, ik zet hem even aan. Leuk. Ja. Oh, ik zet het mandje dicht. Oeh, ja, lekker hoor. Ja. Oh ja. Jij bent toch wel sexy als je danst, ja. Als ik dans. Jazeker. Ja, is wel lekker muziek, hoor. Oh, weet je wat het is? Ja, dames. Wat zijn jullie nou weer aan het doen? En die muziek staat veel te hard, hoor. Oh, ik ben zo lekker bezig. Wacht. Oh, je zegt, waarom zet hij die muziek nou weer uit? Ja. Ja. Maar moet je eens kijken, hè? Wat een mooie schilderijen wij hier hebben. Ja, ja. Wij hebben ze al een beetje kunnen kijken, maar straks mogen de doeken er nog af. Ja, precies. Ja, maar dames, oh. Alles moet nog gepoetst worden. De deuren moeten zo open. Ja, wij zijn toch hartstikke druk bezig? Ja. Oh, kijk dan, hoe mooi! Oh, die is mooi! Prachtig! Dit is de sneak preview, hè? Jullie zien het nu als eerst hier in Museum de Bergplaats. Die is ook mooi! Oh. Als die showers, hè? Die zijn toch ook goed bezig, hè? Ja, ja. Kijk, ik moet ze nog wel eventjes een beetje oppoetsen. Ja, precies.
Hé, als jij ook eens even je handjes laat wapperen, want dan moet dadelijk klaar zijn. Ja, maar nou, zet even een lekker muziekje aan, dan werkt het wat lekkerder. Ja, nou, oké. Okay. Maak je even een telefoon. Zet maar een muziekje aan. Maar dit is ook wel echt een mooie, hoor. Het is echt een mooie. Yo, man! Hallo? Dames, hallo! Oh, wow, je weer zo mooi. Hey, wat doe je nou? Ja, die muziek staat veel te hard en jullie moeten alles nog poetsen. Dit schiet toch niet op zo? Ja, dan zet je toch lekker zelf een muziekje op? Ja, maar straks dan moet het museum geopend worden. Ja, ik zal wel een muziekje aanzetten. Ja, let maar eens op. Doe dat. Oh, wat mooi. Ik val papier, kom niet. Oh ja, mijn favoriet. Ja, dit is echt een muziek. Ik weet zeker, jij doet meer fout. Nou ga ik wel een stuk sneller. Jij weet het, ik ga weer gauw. Met mijn stappen vriend, die snap jij niet, dus ik leer jou. Ik ben een boef, je bitch, je kakker man. Links, rechts, doe je ding, laat het zakken dan. Je bent niet serieus, je bent een grappig man. Dit is Alkmaar, dit is Amsterdam. Je zus is mijn vriend van je moeder. Die jongens liggen en voor de dames. Hoor je dat? Hé, wat doe jij nou? Hoor je dat niet? Dat is een lekker muziekje. Dat is de sirene van de politie. Er is iets gebeurd. De politie? De politie? Let op. De politie. Let op. Hom, snor, de bewaker. Ja. Geen paniek, rustig blijven. Hij kwam alleen maar langs gereden. Oké, weet je, we moeten nog een paar dekens verwijderen en dan zijn we klaar. Kom op, eventjes, nog eentje. Ik help jullie wel mee. Die showers, die kunnen het ook. Mogen we alvast een applausje voor die hardwerkende mannen hier? Ja. Oh, goed zo. Het wordt wel spannend ook, zo, hè? Is het een beetje schoon? Ja? Oké, nog één toe, kom op. Waar zou die politie toch naartoe moeten, hè? Zo, ja. Ja. Hoe ver ben jij daar? Want het gaat echt bijna beginnen. Het is wel een oud museum, hoor. Oef. Ja. Stoffig. Stof hier, hè? Oké. Ja, de laatste natuurlijk. Nou, de laatste, dan zijn we klaar, oké? Okay? 1, 2. Het is wel spannend. Het schilderij is weg! Nou, het is wel hoe kan dat nou? Oké. Een speciaal schilderij? Ja! Natuurlijk was het een speciaal schilderij. Het was het duurste schilderij van ons hele museum. Oké, wat moeten we nu doen? Even denken. Ik zal allemaal even denken, alsjeblieft. Hij weet het. Wat zou jij nou bellen als je schilderij bellen. Wie moeten we bellen? Wie zouden jullie bellen? Nou, wie gaat er nou de politie bellen? Ja, natuurlijk de politie! Bel jij ons even? Ja, wacht. Heb je je smartphone bij? Ja, altijd. Natuurlijk. Is toch de schilderij? Ja, maar hij belt al. Ja, spreek ik met de politie. Ja, er is hier een schilderij gestolen. Ja, jullie moeten echt meteen komen. Meteen, want het museum gaat daar open. Kom op. Ja, de politie. Volgens mij hebben ze pauze of zo. Die hebben daar heel veel pauze. Ja. Nee, jullie moeten wel opschieten, hoor. Oh, Bronsman, wat moeten we nou doen? We hebben wel één grote schilderij en zijn er namelijk klaar met poetsen. Oh, daar is hij, ja. Ja, wie belt er nou zo? Oh, de politie! Natuurlijk bel je de politie. Oh ja, gelukkig! Oh, Pieter, de politie! Oh, de politie! Dan, dan,
Ja, natuurlijk bel je de politie. Kom maar gauw. De politie lost alles voor ons op. Kom maar een applausje voor onze agent. Dank meneer agent. Ja, nee, maar natuurlijk wisten wij al lang dat jij iemand had. Ja, tuurlijk Bronzak, maar ik reed naar buiten. Ik zag twee van die domme boeven lopen. Ik dacht van, dat klopt niet. Ik heb ze in een busje geladen, zitten achter zonder grendel. En volgens mij missen jullie hier iets. Ja, missen. We waren het alleen heel eventjes kwijt. Maar we hebben het weer gevonden, dankzij deze meneer de agent hier. En nou, we hadden hem maar snel op, want de deur moet er zo open. Kom. Hou hem snel, ja. Zo. Naar achter. Zo. Heel voorzichtig met de schilderij alsjeblieft, hè. Hey, een hele speciale. Wel lekker, hè, zo'n agent in uniform. Nou, ja. Dat zien we hier ook niet iedere dag. Nee, inderdaad. Wacht, we moeten een beetje oppoetsen. Een beetje opfritsen nog. Ja, nee, helemaal goed. Wow. Zo, ja. Ja, zo. Het schilderij hangt weer. Oh, misschien word ik nu toch niet ontslagen. Oh. Wat een geluk, hè. Als we die agent niet hadden gehad. Wie weet wat er was gebeurd. Nou. Is alles schoon aan jouw kant? Ja, hier al heel lang. Ik was al lang klaar. Oh, jij bent ook altijd zo snel, hè. Ja, vrouwen, blijf erin. Ja, ik kan ook niet muziek. Maar jullie lukt hier wel. De volgende keer ga je beter opletten. Afgesproken. Ja, nee, ja, natuurlijk. Maar ik was het niet kwijt. Komt helemaal goed, jongens. Veel plezier hier. Ja, dankjewel. Dan mogen wij nog een applaus. Super bedankt. Ja, zeg. Dat is wel leuk, hè. Bewaker, als jij nou eens even de deur openmaakt van ons prachtige museum, dan kan het publiek allemaal komen kijken. Want ons pronkstuk is weer binnen, mensen. Ons pronkstuk. En nou eens even de vraag, wat zit hierachter? Als we nou iemand iets heel belangrijks even kijken. Hebben we iemand heel... Aha, ik zie onze wethouder. Wethouder van de gemeente Os. Wethouder De Brok, zou je eventjes op het podium willen komen? Let op, hè, want dit is een heel belangrijk standbeeld. Dat u er niet tegenaan loopt, hè, anders breekt het, anders gaat het kapot. Dus let er even op. Ja, want ik denk dat dit een... U heeft gezien, het beweegt allemaal in dit hele speciale museum. Dus misschien zit hier wel iemand achter die wij zouden willen zien en die hier misschien wel uit wil komen. En misschien is dat wel onze allernieuwste Jeugdprins 2018 carnaval. Als wij heel langzaam het doek samen omhoog gaan tillen. Ik ben wethouder van kunst van de gemeente Os en ik heb laatst al een keer een museum in Os tot leven moeten brengen. Maar ik kan ook schilderijen tot leven brengen, let maar op. Gaan we samen even kijken. Nou, ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd. Mag ik licht uit? Spot aan! Spot erop! En trommelgeroffel! En dan gaan we kijken wie er hieruit komt. Komt er maar uit! Ja! Ja, onze jeugdprins 2018. Maar... Wethouder, dan weet ik zeker dat u nog meer kan toveren, hè? Want ja, een prins zonder adjudant, dat is natuurlijk helemaal niks hier in ons knollenrijk. Dus we gaan even kijken. We gaan even kijken. Even wachten, zie ik dat nog niet helemaal klaarstaat, denk ik. Moet hij nog opgepoetst worden? Hij gaat, hij komt. Dan gaan we weer de lamp uit, de spot aan. We zetten weer een trommelgeroffel. En daar komt hij, dames en heren. Zijn adjudant! Oké. En dames en heren, wat wij hier hebben in ons knollenrijk is natuurlijk een adjudant en een prins. Maar natuurlijk, wat zijn die twee zonder een hele mooie prinses naast hun zijde. En we gaan even wachten, even kijken. We bouwen de spanning weer op. We gaan langzaam de lampen weer aan. We zetten de spot erop. We gaan langzaam weer het trommelgeroffel horen. Om dit tweetal compleet te maken. Met onze jeugdprinses. Daar komt ze! Groetje! Ja. Hallo. Ja, dan gaan we ze natuurlijk wethouden. Zeker uw belangrijke taak
deze drie kan je natuurlijk even compleet maken, want zo zijn ze nog niet helemaal in vol ornaat. En zo gaan ze het carnaval nog niet vieren. Dus we gaan eerst zorgen dat ze even worden aangekleed. Ondertussen vraag ik onze allerhoogste voor één dag nog, Prins Jasper en zijn adjudant Dick, maar natuurlijk ook onze opperknol en president op het podium, om even dit speciale moment voor deze drie mooi te gaan maken. We komen eventjes met de spullen op. We gaan even de prins eerst doen. Er wordt eerst de ketting omgehangen, het houder. Ja, daar is hij al heen uit. Nou krijgt hij even nog de steek. En natuurlijk voor de prins heel belangrijk natuurlijk de wietstok. Die mag die niet kwijt gaan raken, maar daar gaat hij zeker voor zorgen. En wordt de prins aangekleed, krijgen we natuurlijk nu de adjudant. Ik hoor de geluid al van de belangrijke stok, maar daar gaan we niet mee beginnen. Eerst met de ketting. Ja, heel mooi. Dan gaan we de cape gebruiken. Het fluitje. En natuurlijk het fluitje wat de adjudant natuurlijk bij zich moet hebben. Het hele carnaval, anders is er geen sturing aan de hele jeugdraad. De steek. En zijn belangrijkste wapen, dat is zijn hele belangrijke stok. En dan krijgen we nog onze prinses. Onze prinses is al mooi, maar ze wordt nog mooier met een prachtig exemplaar voor in haar haren. Goed zo. Derde stok. En natuurlijk haar tasje. En dan heeft ze een vestje, maar dat is vanavond hier op dit podium zeker niet nodig, dames en heren. Ja, dames en heren, hier staan ze alle drie. Ik ga even vragen of ze zichzelf even voorstellen zoals ze zouden willen gaan heten tijdens dit prachtige carnavalsjaar 2018. Ik begin met de eerste en ik hoor heel graag hoe hij zich noemt tijdens de carnaval. Jeugdprins Justin. En daar staat nog eentje aan de rechterkant van hem. Ik hoor heel graag hoe hij zich gaat noemen. Jeugdadjudant Jelle. En onze laatste. Jeugdprinses Sanne. Hallo! Ja, heel goed. Fantastisch. Nou, wat is natuurlijk deze jeugdraad zonder, of deze drie kanjes zonder jeugdraad. Ze komen gelukkig allemaal op. En we gaan ze heel graag allemaal aan u voorstellen. Even. Ja, we gaan ze even voorstellen. Ik zat even te kijken waar de steken zijn gebleven. Zijn die al gegeven? Ik zoek even naar de steken en dan lopen wij met z'n drieën hier even naartoe, jongens. Komen jullie even mee, Sanne? Ja. Elk kan beginnen? Die beginnen? Oké, we gaan even die kant op. Lief koppen! Thank you.
Ja jongens, nu is de hele jeugdraad geïnstalleerd. En ja, ik heb gehoord van wethouder de Brok, die staat te popelen om jullie iets toe te spreken. Want hij denkt dat hij heel veel wijze woorden heeft voor jullie. Dus daar gaan we heel graag even naar luisteren. Wethouder de Brok. Ja, dankjewel Henry voor deze mooie woorden en een compliment aan de commissie voor een geweldige prinsontwikkeling. Een groot applaus voor de commissie jeugd. Ja, en hier staan we dan hè. Justin, Jelle en Sanne. Een Bergen sporttrio ook hè. Een carnavalstrio, maar ook een Bergen sporttrio. En een trio waar wel heel veel bekend is in het carnaval en waar heel veel activiteiten doet. Want Justin, ik begin even bij jou. Jij voetbalt bij Bergen Sport, maar daarnaast kom je ook echt uit een carnavalsgezin. Jouw vader is prins geweest, jouw ome is jeugdprins geweest, als ik het goed heb. En jouw opa heeft bij de Raad van Elf gezeten. Nou, daar heb je carnaval met een paplepel ingegoten. En iedereen zal heel trots zijn dat het weer in dit generatie doorgaat natuurlijk. Superleuk. Jouw hobby's, ja, je zit graag op de PlayStation en computer en zo. Ja, ben je niet tegenwoordig. Hartstikke leuk. En je voelt bij Bergen Sport, in welk elftal? 312. Ja, dat is allemaal weer nieuw. JO12 dinges, ja. Oké, okay. Vroeger was er gewoon de F en de E en het was allemaal een stuk overzichtelijker in het leven. Ben je er klaar voor, Justin? Ja? Dan richt ik me nou even tot Jelle. Want Jelle, jij komt ook uit een echte carnavalsfamilie. Hè? Jouw opa is prins geweest. Ome Henk is prins geweest van een paar jaar geleden nog maar. En jouw vader en moeder, ja, die kennen we allemaal natuurlijk van Niepersen. Een van de kapellen die met de carnaval heel vaak met Stichting Carnaval meegaat en die altijd gezelligheid maken. En die zullen ook allemaal heel trots zijn dat jij als nieuwe generatie ook weer het carnavalstokje overpakt. En jij bent ook aan het voetballen bij Bergen Sport. Links buiten. Was ik vroeger ook. Tot de kilootjes kwamen. En hoe ouder, hoe meer naar achteren dan. Maar jij blijft de voordoende speler, dat weet ik zeker. Jelle, veel plezier. En even voordoen met, het, met de knallen, met die... Met de... Ja, daar krijg je de aandacht wel mee. Ja, hè, helemaal goed. Helemaal goed. En Sanne ook van Bergen Sport. En ik zie jou heel vaak met jouw vader en moeder, die ook heel erg actief zijn voor de club. Dan zie ik jou heel vaak meegaan. En je bent ook heel actief met het mee regelen al, op een hele jonge leeftijd. Maar je bent ook keepster. En je bent volgens mij het enige meisje in het elftal. Maar ik heb ook gehoord dat je een van de beste van het elftal bent. En je bent niet bang om gewoon een jongen flinke duw te geven als je alleen op de keeper afgaat, hoor. Hartstikke goed. En lekker een beetje door de modder vind jij ook het leukste wat er is, toch? Goed zo. Nou, ik denk dat we als Knolrijk een fantastisch trio hebben. En we hebben al zoveel talent gezien. Al die kinderen van de Vonkeling, van de Vonkelingen en van de Molenbeltschool vanavond. Super mooi om te zien. En Sanne, Jelle en Justin, ik wens jullie een super fijn carnavalsjaar toe. Dat gaat zeker lukken. Je kunt altijd terugvallen op je familie. Je hebt een fantastische Raad van Elf en een fantastische jeugdcommissie. Dat komt helemaal goed. Allah, proficiat. Een groot applaus voor wethouder de Brok. Nu het officiële moment staan, hun eerste woordje wat ze nu gaan zeggen. En daarvoor geef ik ze even de tekst, maar natuurlijk eerst de microfoon alvast aan onze adjudant. Beste knollen en knollinnekes. Beste iedereen hier aanwezig. Alle... Even luisteren, dames en heren, alsjeblieft. Dankjewel. Alle BKT-toppers van vanavond. Alle overige jeugdprinsen, adjudanten en jeugdprinsessen. Mag ik vandaag voor het allereerste keer, maar zeker niet de laatste keer, voor u aankondigen en vragen om uw aandacht voor jeugdprins Justin en jeugdprinses Sanne. Dankjewel Jelle, daar staan we dan. We mogen een heel jaar het jeugdcarnaval gaan leiden. En wat zijn wij daar trots op? Wethouder Den Brok? Super fijn dat u heeft willen komen. Wij vonden dat u het super gedaan heeft. Super heeft gedaan. Maar wat is er hard gewerkt rondom deze onthulling? Schilderijen zijn gesloopt om het voor ons allemaal in orde te krijgen. Politieagent Gertjan was ingeschakeld. Milo het standbeeld, maar ook Joey en Tessa. Super, super bedankt voor deze kei mooie onthulling. Maar trouwens, blijft dit standbeeld hier staan? Hallo? Kan iemand dit standbeeld even verplaatsen? Woehoe!
Studio. En wij hebben weer een complete jeugdraad die samen met ons carnaval 2018 gaat vieren. Kooi kan er vanavond niet bij zijn, maar gaat de rest van de carnaval gelukkig wel. Bedankt aan Eline die dit weer voor elkaar heeft gekregen. Wij gaan nog even genieten van het programma wat zo meteen weer verder gaat. Prins Jasper en Adjudant Dick, bedankt voor jullie leuke woorden. Wij hebben er zin in en mogen nog even in de banken gaan liggen. Maar eindigen met onze nieuwe kreet. Wij zetten deur! Alleen kunnen niks, volle kracht vooruit. En wij kleuren het kwallerij. Ja, fantastisch, dames en heren. Ja, ze hadden het eigenlijk al een beetje aangekondigd, want ze gingen ervan uit dat prins Jasper natuurlijk toch wel even nog kort een woordje aan ze zou richten. En daarvoor krijgt hij nu heel graag de microfoon, onze prins Jasper. Ja, dankjewel Henry. Justin, Jelle, Sanne, van harte gefeliciteerd. Maar is het spannend geweest, denk ik, de laatste dagen, of niet? In de aanloop hier naartoe, ja, ik kan het me helemaal voorstellen. Ik weet zeker dat het een ontzettend leuk jaar voor jullie gaat worden. Jullie hebben allemaal al heel veel ervaring met de carnaval. Ik heb het gezien bij het drietal trio van vorig jaar. Die hebben ontzettend genoten. En ook voor jullie weet ik zeker dat het super gaaf gaat worden. Ik kan maar één dagje met jullie optrekken. Vanaf morgen staat er een nieuwe prins en een nieuwe adjudant. Die zijn vast en zeker veel leuker. Dus ik wens jullie heel erg veel plezier. Heel erg veel succes en geniet er lekker van met z'n drietjes. Maak een groot applaus voor het nieuwe drietal. Dankjewel prins Jasper. En dan krijgen we een heel speciaal moment, want ze gaan de jeugdproclamatie voorlezen. Deze wordt door hen vastgehouden en natuurlijk door onze adjudant voorgelezen. Ik wil heel graag even uw aandacht als allerlaatste de jeugdproclamatie door onze jeugdadjudant Jelle. Wij, jeugdprins Justin, jeugdprinses Sanne en jeugdadjudant Jelle, vinden het super cool om dit kunstig carnavalsjaar voorop te mogen gaan in het Berse Jeugdcarnaval. We hebben samen de volgende punten opgesteld om er een te gek feest van te maken. Ten eerste, dat we samen met onze jeugdraad, de grote prins, adjudant, zijn raad van 11 en de stikader van deze carnaval een kunstwerk kan maken. Ten tweede, dat we met ons allen beloven dat iedereen, jong of oud, dik of dun, groot of klein, met carnaval één familie zal zijn. Ten derde, dat we ook de zieken, gehandicapten en degenen die dit feestje niet meer met ons kunnen vieren, zeker niet zullen vergeten. Ten vierde, dat het de kunst is om tijdens de carnaval volop te feesten en hossen en even niet aan school te denken. Ten vijfde, dat we ook voor het voetballen dan even geen tijd hebben. Na carnaval trappen we weer af. Ten zesde, dat alle kleine en grote wagenbouwers met hun kunstwerken weer door de straten mogen trekken. Ten zevende, dat het kunstig is hoe de jeugdcommissie weer elk jaar deze 14 kanjers door het carnaval loodst. Ten achtste, dat we met kunst en vliegwerk de carnavalsdagen doorkomen. Ten negende, dat we op alle muzieknoten kunnen hossen en dansen. Ten tiende, dat we hopen dat iedereen met ons mee gaat feesten. Bij ons zit de carnaval in de genen. Oefening baart kunst. Ten elfde, dat we zorgen dat dit carnavalsjaar voor de volle 100% zal slagen. Wij zitten er. Alleen kunnen niks. Volle kracht vooruit. Wij kleuren knollerij. Ja, grandioos.
grandioos, dames en heren. U heeft het allemaal gehoord. Met deze 11 regels wordt het carnaval 2018 als nooit tevoren, als we ons aan deze regels houden. Ik wil heel graag vragen of prins Jasper en Mark, president Mark en de rest, zeg maar, allemaal proberen even het podium vrij te maken. Want we gaan natuurlijk naar een heel speciaal moment. En zeker ook voor onze jeugdraad. We gaan naar de showdans kijken van de Stikaras. We gaan eventjes terug uit, jongens. We blijven even op het podium. En we gaan even genieten van iets fantastisch. Hun debuut. En wij zijn er heel trots op dat wij hier dat mogen meemaken. Maar ik weet zeker ook deze hele jeugdraad. We zijn eventjes de vloer even aan het aanvegen. En dan kan het zo gaan beginnen. Ik ga ervan uit dat de muziek klaar staat. Prima, het ziet er weer prima uit. We kunnen gaan starten. We gaan niet starten. Thank you.
komt hij, het woord is aan u. Are you ready? Yo, 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 yo. Beste knollen en knollinnekes. Iedereen die het wil horen. Iedereen hier nu aanwezig. De kop is eraf. Het feest is begonnen. Ik wil graag voor u aankondigen en vragen om uw aandacht voor jeugdprins Justin en jeugdprinses Sanne. Oh, wat een superfeest en wat een opkomst van u allen. We zijn super trots op alle deelnemers van de uitvoering van de presentation. Er waren schitterende optredens en de avond vloog voorbij. U was een super gaaf jullie en ons presentator Joris was weer in topvorm. Wij willen alle mensen bedanken. Echt heel erg bedankt voor alles. Maar zeker ook de DJ, geluidsman, lichtman en echt ex-jeugdadjudant Tom Jansen.